Het Brubotics Rehabilitation Research Center, of BRRC, is een nieuw labo van Brubotics en de onderzoeksgroep Rehabilitation Research. Dit labo is een state-of-the-art interdisciplinair innovatiecentrum voor bewegingsanalyse en revalidatietechnologie. Het BRRC is het resultaat van een jarenlange samenwerking met verschillende partners van de Brubotics groep. Het is centraal gelegen dicht bij het Universitair Ziekenhuis UZ Brussel op de VUB Health Campus. Ons primair doel is om het fysiek functioneren te verbeteren door middel van mensgerichte, technologie-ondersteunende revalidatie. Het lab is uitgerust met state-of-the-art meetapparatuur, waaronder een Vicon mock-up bestaande uit 14 infraroodcamera's, 2 RGB-camera's, 3 ingebouwde antikrachtplaten, een 16-kanaals Cometa EMG-toestel, maar ook bijvoorbeeld een gate-ride-systeem, een self-paced loopband en een Metamax gasanalysesysteem. Dit alles gebruiken we voor onderzoek met onder andere het ExoNR gangrevalidatie exoskeleton, maar ook met augmented en virtual reality brillen in de revalidatie. Het BRRC stelt ons in staat om onze expertise op het gebied van revalidatietechnologie te verbreden. We staan open voor samenwerking met academische, maar ook met commerciële partners. We focussen ons enerzijds op onderzoek met commerciële revalidatierobots en technologieën, maar ook met revalidatierobots en revalidatietechnologieën die ontworpen zijn in samenwerking met onze eigen Brubotics-collega's van de ingenieursafdelingen.